First Lady Ingrid Boutersen heeft vandaag uit handen van de ambassadeur van India in Suriname, Satinder Kumar, een symbolische cheque ontvangen. Het bedrag dat de presidentsvrouw ontving is $37.250. Hiermee zullen verschillende projecten worden uitgevoerd. De First Lady benadrukte dat ze door dit soort giften in staat wordt gesteld om terug te geven aan de samenleving. Deze gift zal gebruikt worden voor de opzet van een craft market in verband met de Dag der Inheemsen later dit jaar. Eerder werd reeds het schooltassenproject met donaties van India uitgevoerd. Verder ligt het in het vooruitzicht om wederom een ICT-project uit te voeren, waarbij scholen voorzien zullen worden van computers ter versterking van de mediatheken.